9 van de 11 spelers die vandaag namens Jong AZ op het veld staan waren er ook bij in La Bombonera. Alleen Kewal en Daal niet. Zij spelen onder andere ook omdat Adai geblesseerd is. De topscorer van Jong AZ, wat heet de enige speler die tot nu toe een doelpunt heeft gemaakt. Wel 6 goals voor Adai. Hij is de topscorer van de keukenkampioendivisie. Maar vandaag er dus niet bij. Amevor voor Eindhoven. En weer een schot van randje 16. Wordt nog geclaimd voor een hensbal, maar dat is er natuurlijk niet. Doornbos. En dan weer Eindhoven. Jong AZ heeft het lastig. Weer van Doorn. En dan blijft hij een beetje hangen. Wordt uiteindelijk een redding van Owusu-Oduro. Het is heel rommelig. En daar is de bal weg. En kan Jong AZ even ademhalen. Bij ieder moment wordt ook even naar de scheidsrechter gekeken. Maar hier natuurlijk ook niks aan de hand. Daar Pascal Jansen. We zien ook Galit Boularus en Maarten Martens. Het sportcomplex in Weidewormer. Waar dan een goal valt, maar rechts in beeld staat de assistent scheidsrechter al met de vlag in de lucht. Want buitenspel gezien. En een sierlijke assist. Maar in deze herhaling is het eigenlijk niet te zien. En dus moeten we maar afgaan op het oordeel van de grensrechter. Nipt, dat weten we zeker. Joey Slegers nog met een kans waar hij eigenlijk zelf van schrikt. FC Eindhoven komende maandag weer in actie. Dan tegen ADO Den Haag. En hier Amevor. Die nog in actie kwam met Togo. Voor het eerst in 8 jaar speelde hij interlands voor het land van zijn vader. Tegen Kaapverdië viel hij in. Amevor. Maar ook hij kan FC Eindhoven nog niet aan een goal helpen. Rotier legt hem af. En dan, dit scheelt een halve meter. Invaller Ogenia. Maar ook hij maakt hem niet. En zo eindigt Jong AZ Eindhoven zoals hij begon. 0-0.